Dat voor mezelf beginnen wilde ik al heel lang, maar er was altijd wel een reden om het niet te doen. En waarschijnlijk was dat gewoon ballen. En een vriendin van mij die zei dat ook, ja, jij hebt het altijd over voor jezelf beginnen, maar je doet het toch nooit. En dat was echt de push die ik nodig had. Weet je, je kan altijd wel een reden bedenken waarom je er nog niet aan toe bent. Het is namelijk heel eng om te beginnen en om het te doen en om te zeggen dat je er bent. En je website is nooit af en je flyer ook niet en je visitekaartje ook niet. Als je mij vraagt, wat was het moment van het begin van jouw eigen bedrijf? Dan weet ik nog dat ik avondenlang tot 2-3 uur in de nacht bezig was geweest met het maken van een presentatie voor mijn opdrachtgever. En dan de volgende ochtend in een reek onderweg naar die klant en dan scheen het zonnetje. En dacht ik, jeetje, wat gaaf zeg. Op een gegeven moment zei mijn vriend, die mensen zoeken een tassenontwerper en jij bent ook creatief. Dus ik zei dat jij dat wel kon. En ik weet nog dat ik 2 weken later een mailtje naar die man ging sturen van, joh, weet je, het is heel leuk hoor dat mijn vriend dat zei, maar ik heb daar helemaal geen ervaring in. En ik weet ook nog dat ik toen dacht, ja wacht even, maar ik ben nu een ondernemer. Ik heb echt een zin gedelete. En toen heb ik daarvan gemaakt, ik heb daar geen ervaring in, maar ik heb er wel ideeën over. Dus misschien is het goed als we met elkaar afspreken. Het gevoel wat ik had toen ik besloot om te gaan starten, dat was echt zo bevrijdend. Dat was bijna alsof een soort van champagnekurk van een fles afging. Ik dacht, oh ja, dit moet ik gaan doen. Ik zie wel wat er komt. En dat heeft zich heel erg afgewisseld met, oh moet ik dit wel doen? En wil ik dit echt wel? En onzekerheid. Ik zou tegen mijzelf uit die tijd willen zeggen, doe het. En ik zou tegen iedereen die twijfelt willen zeggen, doe het.